De Partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek, BEP, heeft in het weekend een reeks van activiteiten gehouden in verband met haar 45-jarig bestaan gisteren. Zaterdag is er een wandelloop gehouden in Paramaribo-Zuid, gevolgd door een feestvergadering in het partijcentrum. Gisteren zijn de activiteiten afgesloten met een dankdienst en de huldiging van de Stonfutus. President Desi Bouterse en de ministers van Binnenlandse Zaken en Regionale Ontwikkeling, respectievelijk Mike Noor Salim en Edgar Dikan, namen ook deel aan de feestvreugde. Tijdens de feestvergadering ging Bouterse in op de groei van de BEP. Ook gaf hij aan dat vooral de jongeren belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het binnenland. Partijvoorzitter Ronnie Assabina gaf na de huldiging van de Stonfutus aan dat de toekomst van de partij er rooskleurig uitziet. Everyone ontwikkelijk onder DC. Dan om Brugge Ede, Bagato Mamek Fees, om Brugge Ede, kap soort fasie voor Chawapis ontwikkeling die een moro belangrijk pisie Sarnam. En een moro belangrijk pisie, een moro belangrijk pisie som Chari ontwikkeling, naar Chaw ontwikkeling die als Sarnam libisma. Om leven op bijdrage, Bonamku. De jongeren, en lek van jongeren taki, de wang sarre kari kans armo. En wat is vroeger tape? En we denken dat die aprati ateki leiden samen naar de HVB, naar de NDP in de regering. En je wil ook zien dat we pissen voor een geschiedenis om te vullen. We zeggen dat omdat vanaf ons aantreden per 3 februari 2018. De resultaten zichtbaar zijn, de resultaten meetbaar zijn, maar ook dat die resultaten kwantificeerbaar zijn. In termen van fysieke zaken, u ziet zelf hier het centrum, zag niet zo eruit. We hebben het centrum een nieuwe facelift gegeven. We zijn gestart met zichtbaar en aanspreekbaar en momenten waarbij we die regio's bezoeken. En gisteren hadden we een wandelloop met als ander resultaat een activiteit, een feestvergadering met Nabal. En het ziet er goed uit, we hebben een goed gevoel. Heeft u meer leden kunnen werven als nieuwe voorzitter? We hebben uiteraard leden kunnen werven, niet alleen in Paramaribo als stad, maar ook district en binnenland. Zien wij dat mensen die de partij de rug hadden toegekeerd, mensen die een pas op de plaats hadden gemaakt, maar ook nieuwe leden die we aanwerven. En dat is heel goed en gezond. Een van de stoomvoeters van de partij, Joseph Amutal, die gehuldigd is en behoort tot het topkader van de partij, zegt dat de BEP zich gereed maakt om in de leiding van het land te komen. De voorbereidingen naar de verkiezingen toe lopen gestaag, zegt hij. Op de eerste plaats dat we in de leiding van het land komen, zeg maar topposities in het land als partij mogen bekleden om ons land naar grotere hoogte dan nu te brengen. Hoe lang bent u al in de partij? Ik zit er vanaf 87. Dat is ongeveer 31 jaar, hè? Ja, klopt. En, het is voor het eerst dat er leden worden gehuldigd. Wat heeft u daarop te zeggen? Naar mijn weten wel, omdat in de vorige periode wij er niet aan toe zijn geweest. We zijn er niet aan toe gekomen om deze huldiging op zo'n manier te doen plaatsvinden. Een van de gehuldigde leden en stoomvoeters van de BEP, Joseph Amutal. De partij heeft in het afgelopen weekend haar 45-jarig bestaan groots gevierd.